Het gaat om die sleutel, jongen. De sfeer in uw broek is afgeslagen. In 1801 gaf Napoleon het startsein voor de bouw van een vesting voor de Franse kust, Fort Boyard. In 1991 werd het fort opnieuw in gebruik genomen. Bas Westerweel en Ria Visser beleefden met hun teams de eerste avontuur in het programma De Sleutels van Fort Boyard. En nu, 20 jaar later, zijn we terug. 10 weken lang strijden 6 teams van bekende Nederlanders tegen elkaar op Fort Boyard. Elke week proberen 2 teams zoveel mogelijk sleutels te verzamelen. Die sleutels hebben ze nodig om de poort naar de schatkamer te openen. Daar wacht hen het goud en een groepje hongerige tijgers. Die sleutels krijgen ze niet zonder offers. Ze zullen angsten moeten overwinnen. Hun fysieke conditie moet absoluut goed zijn. Hey, zet hem niet zo hard, jongen! Er is geen plek voor fobieën. Gasten, begin met de spinnen. Grenzen worden verlegd. Veerkracht en doorzettingsvermogen. Dat heb je nodig. Ja! Vast, kijk op spuiten. Doe dit. Ik pak hem op vast. Ja, ja. En dit alles onder leiding van 2 zeer betrokken presentatoren. En hier gaat het allemaal om. De cup met de grote oren. Wie wil hem niet hebben? Dit is Fort Boyard. Vorige week werd het spits afgebeten door het GTST-team en de musicalsterren. Een duel op het scherp van de snede met spinnen, muizen en spannende klim- en valpartijen als belangrijkste ingrediënten. Na het tellen van de bij elkaar gegraaide gouden munten bleek het GTST-team een nipte overwinning te hebben behaald. Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo erg om te verliezen. Ik vond dat we zo goed gestreden hebben en dat we echt ons best hebben gedaan. Ik ben gewoon trots op het team. Ja, echt een hele goede tegenstander om te hebben. De stand in Pool A. Team GTST leidt voorlopig met 1 punt. Maar in Pool A moet het team van Wie is de Mol nog in actie komen. Vandaag in Fort Boyard 4 mannen die gewend zijn hun eigen stunts te doen. Tenminste, dat hoop ik voor ze. Tegen 4 stoere mannen van de straat. De rappers tegen het filmteam. Ja, en stoer moet je zijn hier op Fort Boyard. En een beetje intelligentie kan ook geen kwaad, want het zijn pittige opdrachten die ze moeten gaan doen. Ja, ze moeten 7 opdrachten moeten de teams gaan vervullen en er valt telkens een sleutel te verdienen. En je hebt in totaal 6 sleutels nodig om de poort naar de schatkamer te kunnen openen. In die schatkamer wordt de finale gespeeld. Daar moet je zoveel mogelijk gouden munten verzamelen. Het team met de meeste munten, dat... wint? Ja, lijkt me logisch. Ja, klinkt logisch en dat is het ook. We gaan ze voorstellen, de 2 teams van vandaag. De competitie bestaat uit 2 pools van 3 teams. En deze week wordt er gespeeld in pool B. De filmacteurs tegen de rappers. En die rappers noemen zichzelf Negative, Daryl, Kleine Viezerik en Lange Frans. Wij worden de eerste. Zo ver gaan wij komen. Dat hebben we al afgesproken voor we weg zouden gaan. Het filmteam bestaat uit Jack Woutersen, Tim Oliehoek, Chris Status en Hugo Metzers junior. Ja, spelletjes vind ik wel leuk. Ik hou al van scrabbelen en zo. Maar dat is dit volgens mij niet. Zo, Frans, Fort Boyard. Ja, leuk, hè? Het is alles aan Diemers uit, hè? Echt, maar ik heb er nu al spijt van. Ja. Waarom? Omdat we zojuist de tijgers magen keihard worden ronken. En we zitten nu te tossen wie zijn vloer gaat worden. Nou, ze hebben gegeten, alleen het moet nog even aarden allemaal. Maar dat heeft de tijd nodig, komt vanzelf goed. Jack, het was een tochtje hier naartoe met de boot. Zeeziek geworden? Nee, gewoon honger, zoals altijd. Hey, kleine Viezerik, ik kan me voorstellen dat jullie net zo rap zijn in het spelen van deze opdrachten als op de cd's die jullie uitbrengen. Ja, waarschijnlijk nog sneller. Nog sneller? Ja. Jawel. Jullie zijn heel erg enthousiast en volgens mij hebben jullie er heel erg zin in. We gaan gewoon winnen van het zwarte team, makkelijk. Echt niet. We're black, man. We're black. We're proud. Easy. Don't get us down. En waarom gaan we winnen? Zwarte team, Chris? Wij zijn gewoon beste. Once you go black, you know. Once you go black, you never go back. Zijn jullie allemaal klaar voor deze fantastische sowieso? Ja. Okay. We gaan dit varkentje gewoon wij zeggen. Ja. That's the spirit. Ja. We gaan beginnen. Ja. Oké, tik hem aan, ouwe.
Ik hoop dat ik veel fysieke dingen mag doen. Ik zag allerlei bungee jump dingen en water. En dat is iets wat ik heel goed... Volgens mij kan ik dat wel. Ja, want Tim Oliehoek houdt wel van actie. Deze jonge regisseur maakte onder andere de films Vet Hard en Pizza Mafia. Ik ga gewoon voor die ultieme kerel zijn. Dat haal je hier wel voor die Iron Man positie. Aldus mijn kleine viezerik, alias Ronaldo Dollard. Aan hem zie je zo dat hij alleen maar voor goud gaat. Oké. Okay. Spanning en sensatie, mensen. Nou, wat dat je benen, hè? Dat dartbord hangen. Degene die er het eerste is, heeft sleutel. Zo simpel is het. We gaan hem pakken, man. Hey, en het is duidelijk natuurlijk waarom jullie dit doen, hè? Kleine Viezerik kan tot grote hoogte stijgen. Jij kan vet hard klimmen, heb ik me laten vertellen. Ja, maar daar had ik acteurs voor, hè? Jij kunt het, Tim. Ik denk dat wij het fysiek moeten hebben van Tim Oliehoek. Die heeft bij vet hard sprong, er was geen geld meer voor stuntmannen. En toen sprong die echt op een rijdende bus, echt waar, zo plas ervoor op. En dat je denkt, nou ja, een stuntman doet dat niet eens. Ik moet het allemaal nog maar zien met die gasten. Ik denk dat het zomaar zou kunnen dat we een of andere trauma-helikopter in moeten zetten om de helft van het team van het fort af te halen. Want ik zie het niet gebeuren met die jongens. Jou. Hij weet niet wat pijn is. Hij weet niet wat honger is. Hij komt niet uit Osdorp. Hij heeft niks op jou. Helemaal niks. Zijn we klaar? Let's go. Oké. 3, 2, 1, go. Tim en kleine Viezerik moeten dus zo snel mogelijk de buitenwand van het fort beklimmen. Wie het eerst boven is, pakt meteen de eerste sleutel. Op een gegeven moment keek ik ook naar beneden en het was hoog. Oh, je zit al vast aan een touwtje, maar ja, je wil niet naar beneden vallen. Dus ik zat echt te kloot, violen. De eerste klap is een dollar waard. Mijn rapper kleine viezerik was filmduwd Tim net een stukje voor. Ja, ik voel me wel een beetje alsof ik gefaald had. Ik voel het niet leuk. Ik had natuurlijk die eerste sleutel willen pakken. Kleine gigantische speer. Die gozer was gewoon echt zoveel magerder. Die klimt tegen zijn muur op. Die Tim Oliehoek, die kan wel wat. Ik was echt trots op hem. Ja, hoe voel je het? Ja, lekker snel toch? Lekker snel? Maar geen hoogtevrees, nergens last van? Nee, heb ik niet eens al gedacht, man. Ik moest mezelf een beetje inhouden, want dan zou ik vallen. Bij het laatste stukje, maar ik dacht kalm. Toen keek ik, zag ik hem daar, dacht ik, ah, fuck it, we gaan ervoor. Oké, jongens. Eén sleuteltje. Weet je, een kleine voorsprong is leuk als je dan later verliest. Dat stond in ieder geval niet nul. Nee. De kop is eraf, wij gaan door met de volgende opdracht. Hoeveel sleutels? De eerste sleutel staat op het bord. Gerard's rapport staan voor, maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Nul staan we achter. Helemaal niks aan de hand. Er zijn veel meer sleutels te verdienen. Jij was wel heel dichtbij, hè? Ja, zit wel. Dit gewoon. Maar zit je stuk nu? Is het al een knakmoment, de eerste verliespartij? Ah, nee, ik ben jong. Kan je er mentaal overheen zetten? Ja, tuurlijk. Net hebben we een duel gehad. In deze cel volgt een opdracht. Er hangt een touw hier binnen. Boven dat touw een sleutel. Die sleutel moet je pakken. Dat is een opdracht waar je nogal wat kracht voor nodig hebt. Dus, lijkt wel iets voor jou, Chris. Ik vermoed al zoiets. Ja? De laatste keer dat ik in de touw geklommen heb, dat was denk ik 30 jaar geleden. Dus we gaan het wel proberen. Ja, dat is veelbelovend. Ja. Chris Status, die gozer, luister dan. Die man loopt op te drukken, rekken, strekken. Die man is de hele tijd bezig met zichzelf klaarmaken. Ik denk, hij lijkt wel zo'n dure silkenijtje die op kernenergie loopt of zo. Die gast is lijp. Ik ben behoorlijk fanatiek. En ik speel altijd om te winnen. Maar ik kan wel tegen mijn verlies. Chris Status acteerde in films en op tv in series als Rozengeur en Wodka Lime en Onderweg naar Morgen. 3,
twee, één. En go. En nu is hij onderweg naar boven. Zo snel mogelijk via het touw naar de nok klimmen en de sleutel pakken. Kijk, maar de truc is dat touw blijft bewegen, zie je? Ja, die gaat naar beneden. Ja. Zit aan een katrol. Dus hij moet blijven klimmen. Ja, goed. Go, go. Hou vast. Eerste sleutel, dat was makkie. Ja. Dat is een bepaalde klimmetje. Ik denk, ik had er niet ook veel langer over moeten doen. Want als ik 5 keer omhoog had moeten klimmen, dan had ik denk ik niet gehaald. Christaat is helemaal een winnaar. Op het ziekelijke af, dat het eigenlijk niet gezonder is volgens mij. Maar die had dat echt zo gedaan. Dat gaf me ook wel veel vertrouwen voor de rest van de dag. Ik denk, nou, mogen er een paar verliezen. We hebben Chris Tatus. Goed gedaan, man. Got in the pocket. Hazard. Hoeveel sleutels hebben we? Ja. What? Met de klimpartij aan het katrol heeft Chris ons filmteam de eerste sleutel bezorgd. De stand is weer gelijk. We staan eigenlijk voor. Ik bedoel, we hebben nog één opdracht gedaan en daar staan we echt voor. Maar dit zou de tweede sleutel kunnen zijn. Dus we gaan voorstaan. Ja, toch? Degene die hier zo meteen naar binnen gaat, komt in een nogal donker hol terecht. Het is ranzig en vies en smerig. Een soort riool, daar kun je het mee vergelijken. Aan het einde van de riool ligt de sleutel aan een bal. Die moet je pakken en zo snel mogelijk weer terugbrengen. Dus je moet weer terug het riool in. En dat moet natuurlijk binnen de tijd. Negatief, dit lijkt me een positieve opdracht voor jou. Jij lijkt me een beetje rioolkruiper. Ik stel voor dat jij naar boven gaat. Oké. Zin in? Hij kan. Ik denk dat de sterkste schakel is Maurits. Negatief. Maar die is fysiek heel sterk. Hij heet wel negatief, maar hij is ook wel heel positief. Omdat hij heeft enorm veel humor en dat zorgt voor energie. Energie en een beer van een kerel. Zijn moeder noemt hem nog steeds Maurits. Negatief uit Amsterdam-Oost. De rapper met de positieve uitstraling. 3, 2, 1, go! Negatief moet zo ongeveer op de tast in dat duistere hol naar het eind kruipen. En daar ligt de bal met de sleutel. Dan zo snel mogelijk weer terug en als het even kan, binnen de tijd. Ik ben mij. Er komen hier iets van rattencomité's. Is niks. Kijk, ik hou niet van beesten, weet je. Het is gewoon eerlijk. Ik heb niks tegen de Partij voor de Dieren. Ik vind jullie cool. Maar beesten en ik gaan niet samen. Ik heb nooit een huisdier gehad. Weet je, dat is niet mijn ding. Ga maar door. Is niks. Ga maar door. Daar is het. Ik een fout, ging achterstevoren naar boven. Omdat ik dacht van, ik kan dat wel, weet je. Dan hoef ik niet in het gat bij die beesten. Maar dat ging niet. Precies, kom op. En terug. Opgesloten. Negatief is niet op tijd de stel uit. Dat kost mijn team straks helaas strafpunten in de finale. Jongen! Alsjeblieft. Dat hij zo voelde en zijn onderbroek verloor. Ik moest er zo om lachen. Maar vooral omdat je zelf denkt van ik zou dat nooit doen. Ik zou dat nooit kunnen. Je was zo dichtbij. Ja, weet ik. Maar toen had ik die bal en toen ging ik kruipen. Sorry, man. Waar is je broek? Die ligt onder. Waar is je pet? Oh, shit. Ik moet mijn pet van me pakken. Jongens, we pakken ze straks dan wel bij de volgende opdracht. Hoeveel sleutels hebben we? Helaas, Negatief heeft het niet gered. Het blijft 1-1. Ik had Jack Woutersen wel eens in die pijp willen zien. Welkom, mannen. Zo. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Dit is een extra gevaarlijke opdracht. Ja.
dat is slechte nieuws. Goeie nieuws, er zijn twee sleutels te verdienen hier. Ik heb het gezien. Daar ga jij het grootste deel voor doen. Je team gaat ook nog helpen. Kijk goed, dit plankje. Je gaat over het plankje heen. Dan op de schommels. Goed, let op je balans, hè. Die woeste zee eronder. Dan spring je in het net en daar hangt de eerste helft daarboven van de code die nodig is om hier de sleutels te pakken. Als je die code hebt, spring je in het water, daar bij het vlot, tweede helft van de code. Schreeuw dat naar je team. Zij maken het open. Als er binnen de tijd is, twee sleutels. Dat gaat lukken. Ik heb één vraag. Niet te veel schreeuwen. Nee. Doe me. Het is een concentratieopdracht. Ja. De zwakste schakel in ons team, niet omdat je niet wil afvallen, maar misschien ben ik dat zelf wel. Maar ik kan ook de sterkste schakel zijn. Kijk, omdat ik denk dat ik het meest emotioneel ben van de vier. Hugo is heel, Hugo is goed. Hugo Metzers, acteur in onder andere Huis van Anubis, Diamant en Zwartboek. En tegenwoordig regisseert hij zelf. Ben je er klaar voor? Ja. Jullie ook? Ja. Oké. Okay. Zet hem op, hè. 3, 2, 1, go. Wow, fuck. Kom op de plank staan, jongens. Doe maar mee naar voren. Mag de plank naar voren? Tim. Rustig. Prima. Dat had ik jou ook wel zien. Ja, ik ben bijvoorbeeld niet heel sterk in mijn armen of zo. Als ik moet gaan hangen aan dingen, dan word ik al een beetje iets over. Dan... Dat zou ik wel een heel eind volhouden, wilskracht. Maar ik denk wel dat het op een gegeven moment het begeeft. Heel rustig, mooi. Hij kan gewoon uitglijden. Hij is al moe. Je kan er gewoon zo aan trekken, dan heb je hem als het goed is. Je kan hem gewoon openmaken. 7-5, punt. Terwijl Chris de eerste helft van de code invoert, moet Hugo naar het vlot zwemmen voor de andere helft van de code. Oh. 6-9, punt. Andersom misschien. Want het is net, zei hij toch, punt, is... 6-9, punt. Omdraaien. Dat is 6 en een 9. Ja. Heb je hem? Ja. Oké, Hugo. Klasse, Hugo. Klasse, man. Mogen we nu wel schreeuwen? Klasse. Geweldig. Goed, man. Hugo heeft er 2 bij verdiend. Hoeveel sleutels? Met nog 3 seconden op de klok heeft Hugo mijn filmcrew 2 sleutels bezorgd. De stand is nu 3-1. Kijk, het heel, je broek terug en je pet. Oké, jongens, we zitten in de problemen. We staan achter. Hoeveel sleutels hebben zij? Ze hebben er nu in totaal 3. Wauw. Want ze hebben net 2 sleutels met die opdracht verdiend. Dus wij hebben er 1. Dus we moeten even knallen. Iedereen kent het fenomeen draaideur. Hier binnen vinden wij de draaideur from hell. Hij draait en rechts zit de sleutel. Maar die zit achter glas en die zit vast met schroeven. Je moet die schroeven loskrijgen om bij de sleutel te komen. En daar heb je natuurlijk weer een bepaalde tijd voor. Frans, jij lijkt mij het ideale doorgedraaide type om dit te gaan doen. Ik denk dat dat lange Frans... Dat is wel de zwakke schakel in dat team. Ik ben een zuurpruim die niet tegen zijn verlies kan. En dat ben ik. Lange Frans uit Diemen. Hij begon daar met de D-Man, onder andere met Jesser, Baas B en collega Negative. Tegenwoordig is die langer solo en presenteert hij bij Veronica. Zet erop. 3, 2, 1, go! Het is die bekende draaideur waarbij het Mark van Eeuwen uit Team GTST vorige week op het nippertje lukte om die sleutel op tijd binnen te halen. Gaat lekker! En Bukker, kijk uit. Moe, joh. Gaat lekker, let op de dingen, hé! Ja. Lekker hoor. Mooi. Yes. Mooi. Goed zo. Blijf gewoon kijken naar dit ding. Draaien heb je niet meer, heb je ogen niet van nodig. Voetjes. En Bukker, draaien. Mooi man, je gaat goed. Oké, snel, draai. We zijn op de helft op. Bukken en dan draaien als ze gek houden. Helft van de tijd. Draaien. Bukken. Mooi man. Ja, maar heel lekker, ga door. Ja, de tijd.
Sneller draaien, vrouw, sneller draaien. Bukken. Let op je hoofd. Oké, gruwelen. Juist. Ja, ja. Ik dacht eerst van dat gat in die volhouden. Ik had dat ding stilgezet, die molen. Bekijk het maar. Ik ben wel blij dat ik mijn sleutel heb binnengetikt voor het team. Het ging bijna van een stokje af. Ja, echt hè? Team. Zorg even. De zuurstof komt eraan. Blaas even lekker. Want we hebben hem. We hebben hem. Volgende week. Hoeveel sleutels hebben we? Lange Frans heeft ervoor gezorgd dat de rappers iets inlopen. Ze hebben 2 sleutels en het filmteam 3. Oké, teams, this is it. Het wordt spannend. Wij staan achter, jullie staan voor. Nog 1 keer, zeg het even voor mij gewoon. Wat zei je nou? Wie staat er voor? Jouw team staat voor, okay, mijn team staat achter. Kortom, het is tijd om even te vertellen. Nou, maar jongens. Er komt verandering in. Er komt verandering in. Ik heb er alle vertrouwen in. Hey, er gaat iets heel heftigs gebeuren. Jullie gaan het zo zien hier. Jullie gaan met deze kabelbaan zo dadelijk naar beneden. Ja? Ja? Daar bij die boeien, daaronder ligt de sleutel. Ja. Die moet je pakken. Daarmee als een dolle naar het vlot. Ja. Met de sleutel kun je daar de code openmaken. Die roep je dan door een toeter hier naartoe. En dan kunnen je teamgenoten de sleutel pakken. En Chris, ik ga ervan uit dat jij de snelste bent. Ja, daar ga ik ook vanuit. Ja, toch? Hey, Daryl, even tussen ons, hè. Vind je het niet eng? Nee, man, natuurlijk niet, man. Kom op nou, man. We moeten winnen toch, of niet? Ik vind Daryl echt een zo'n jong guy. Echt een jong gast hier staat. En een beetje cool doet hij altijd. En, maar hij is uiteindelijk ook wel heel fanatiek. Het zijn stelletje oude. wat ouder. Ze zijn wat ouder dan ons. En dat moet gewoon lukken, toch? Dat moet gewoon lukken. Wij zijn young boys, fit. Nee, dat moet gewoon lukken. Wij moeten gewoon winnen van hem. Rapper Daryl, uiteraard uit Amsterdam. En hij werkt veel met Dio, Ali B en Yeser. Hij stond ook al in het voorprogramma van de Amerikaanse rapsensatie Lil Wayne. We gaan die voorsprong uitbouwen, jongens. Jij kan het ook. Oké, 3, 2, 1, go! Dus nog 1 keer. Daryl en Chris worden via de kabelbaan te water gelaten. Dan moeten ze een stuk zwemmen naar de boei waar onder water een sleutel aan hangt. Daarna moeten ze snel verder zwemmen naar het vlot waar ze met die sleutel de kist met de code kunnen openen. En die code moeten ze dan naar een teamleden schreeuwen zodat zij de tweede kluis kunnen openmaken. Het team dat als eerste de sleutel heeft, pakt de winst. Het leek er even op alsof Daryl de kleine zeemeermin was. Maar Chris blijkt een veel betere zwemmer te zijn. Kom, Daryl, Chris! Hij lag op de keel van zwart, geef voor. Hij lag op de keel van zwart. Hij is ijskoud. Arme jongen gaat kapot daar in het water, jongen. Chris heeft de sleutel en moet nu als een torpedo naar het vlot. Ik was nog wel bezig hoor, maar ik was bezig met een hele verkeerde slot aan het losmaken, proberen aan het los te maken. Want de sleutel zat namelijk ver, diep onder. Maar ja, je bent zo buiten adem en ik voelde een soort van slotje onder die boei. Maar dat er waarschijnlijk gewoon zo'n slot dat vast zat aan die boei. Dus en, ja. Daryl prutst nog maar wat door, maar daar gaat Chris natuurlijk niet op wachten. Zou je niet mee pakken daar? Ja, ik vind het niet erg, ja, dat je verliest. Maar we geven niet op. Daar kan ik gewoon niet tegen. Ik neem eerst mijn fok terug, ja. Eerst ging Daryl als een speer. Trots was ik. Die man leek wel James Bond. Glijden, duiken, zwemmen. Ging helemaal op. Maar opeens bleef hij bij die boei hangen. Hij bleef bij die boei hangen. Waarom ging hij niet door? Nou ja, ik weet niet. En dan hoe heet die tegenstander van hem? Chris. Jij was als een vis in het water. Wat gebeurde daar? Goeie genade. Na het afdalen was het natuurlijk helemaal sensationeel.
En dan kom je met een bens kom je zo in dat water toe. En Daryl die was echt heel snel weg. En ik dacht, nou, Jack had ook gezegd, rustig blijven, weet je wel. Je kan het rustig. Ik kan goed zwemmen. Maar ja, ik probeer het toch in te halen, weet je wel. Dan kom je bij die boei. En ik wilde meteen onder water, maar ik was helemaal buiten adem. Ja, je bent nog kapot. Ja, joh. Het is echt heel erg zwaar en inspannend. En die zee die gaat ook de hele tijd op en neer. Dus ik heb wel 4-5 slokken water genomen. En Daryl nog meer, want die ging echt over zijn nek op het vlot gewoon. Nee, joh. Ja, die ging echt, die kwam van alles uit gewoon. Ik heb een beetje, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik begin een beetje medelijden te krijgen met die rappers. 4-2. 4-2? 4-2. Ongeveer halverwege en mijn filmteam staat met 2 sleutels voor. Het gaat lekker. Nog even genieten. Door met de volgende opdracht. En dat moeten jullie zien als een aangeklede Joelbak. Zo kun je het eigenlijk zien. En Tim. Nee. Ik heb me laten vertellen dat jij in 1986 naar huis bent gegaan met de wisselbokaal van het Joelkampioenschap in Leidschendam en omstreken. Kampioen was je. Ik heb bij jou, Tim. Ja. Dus dit lijkt me iets voor jou, toch of niet? Nee. Nee. Moet ik veel iets met mijn knieën doen? Of? Je gaat het zien. Je moet de sleutel te pakken zien te krijgen. Dat is alles. En dan gaan we naar een nog dikkere voorsprong toe dan we al hebben. Absoluut. En ik heb ook gewoon het volste vertrouwen in jullie. Ja, zeker. We moeten gewoon door die tunnel heen Tim, krijgen. En je hebt iets goed te maken, hè? Want bij het klimmen heb je het net niet gehaald. Ja. Dus dit wordt het. Kom op, Tim. Ik ga het best doen. Ja? Oké. Ik denk dat we aan Tim een hele goede hebben. Hij is een hele, hele intelligente jongen. En is trouwens ook best wel, ik heb zijn benen gezien. Ik kan dat volgens mij ook best wel goed volhouden, fysiek. Maar ik maak er heel erg zorgen over dat kruipen en zo. Ik heb met mijn knie, ik heb gewoon een klote knie. En, maar ja, dan is dat toch weer die adrenaline die zet die angst uit en dan ga je ervoor. 3, 2, 1. De tijd loopt. De sleutel zit vast op een plank en Tim zal die steeds met andere plankjes door moeten duwen. Net zolang tot hij er aan de andere kant bij kan. Wat het extra lastig maakt is dat hij steeds door die wastrommel heen en weer moet. Wacht, Tim! Goed zo! Je kan er meer tegelijk meenemen! Tim, je kan er meer meenemen. Je kan er nog 2 meenemen dadelijk. Goed zo! Die twee! Tim, pak er 2 nu, hè? Maar dan duik je erin en woop, je wordt alle kanten opgesmeten en heel je oriëntatiegevoel is weg. En ik hoorde mijn team niet. Ik hoorde ze gewoon niet. 2 pakken! Kom op, Tim, pak er dadelijk 2. Je kan er 2 pakken, Tim. Pak er 2. 2. Rustig. Gaat lekker zo. Gaat goed, Tim. Fuck. Nou, 1 keer nog. Gaat goed, Tim. Gaat goed. Ja, dus dat is het. Daar kan niet pakken. Ja! Mijn knieën. Je hebt in een bonte wasprogramma gezet je. In de wasmachine. Dat is geen wasverzacht. Hoeveel sleutels heb je? En mijn filmers stevenen af op een monsterzegen. We staan voor met 5 sleutels tegen 2. Oké, jongens. Het is 5-2. Het gaat niet goed. We moeten even inlopen. En dit is misschien de ideale opdracht. Alleen dit vergt nogal wat concentratie. Jullie balanceren op elkaar over de kabel. En daar, aan het einde, hangt een dubbele sleutel. Dus 2 sleutels. Dat gaat lekker snel dan. En ik denk dat kleine Vieserik en Negative perfect op elkaar kunnen balanceren. Helemaal in balans zijn.
Het vergt alleen heel veel concentratie. Jongens, zijn jullie hier klaar voor? Nee, maar we gaan het gewoon doen. Zo is het. Ik heb toch wel hoogtevrees. Maar daarom ben ik ook mee gaan doen met het spelletje. Ja, Kleine Vieserik die ziet eruit als een heavy duty gangster rapper of zo. Maar het is echt een schatje eigenlijk wel. 3, 2, 1, go! Het gaat om twee sleutels. En Negative en Kleine Vieserik moeten als koorddansers boven de tijgers naar die sleutels zien te glijden. Klinkt best eenvoudig, maar dat is het niet. Dicht, gewoon op van die 1, 2, 3. Stap. Dicht. Stap. Heel netjes hier. Dicht. Wacht, stap. Je moet groter dan helemaal, ja. Blijf geconcentreerd, hè. Gelijk met elkaar, gelijk met elkaar. Dicht, rustig. 1, 2, 3. Stap. 1, 2, 3. Ver. 1, 2, 3. Stap. 1, 2, 3. Dat is wel lastig. Dicht eerst. Ja, heel goed. En nu stap. Dicht. Zelden heb ik twee rappers zo in balans zien gezien met elkaar. Ja. Echt. Rustig. Het is gewoon. Maar lekker hoor, jongens. Rustig. Kleinere stappen, dat is gewoon van. Het is koud! En Bassie. Het is heel goed. Maar Adriaan. Nee, niet meer. Oh. Blijf geconcentreerd, hè? Denk aan die twee sleutels, we hebben ze nodig. Ik kan nu nooit zeggen dat ik een man niet lang heb vastgehouden, maar dat heb ik wel gedaan. En ik hield me vast naar hem. We waren zo met die tweetjes op een eenzame hoogte. Heel kris, en we hebben elkaar erin gesleept. Kom, kleine. Rustig aan. We zijn 3 kwart, masterijders. We hebben die sleutels nodig, man. Nee, je kan nog. Oké. Wacht op mij. Oké, ga jij niet? Ja, dit gaat niet meer mis. Dit gaat niet meer mis. Oké, dat is niet. Fuck you! Motherfucker. Maar ik ga meteen doen. Hebben is hebben. Ja, dat is oké, wacht op mij. En we hebben deze heel hard nodig. Ga je vooruit? Ja, nee. Ga verder. Ja, jongens, een paar stapjes. Het zijn die paar stapjes. Maar moeten we ons oppakken? Wacht. God damn, je moet... Oké, rust. Pak de sleutel, pak hem. Hij hangt boven je hoofd. En... Hebbers. Lekker hoor. Oké, kom. Yes, lekker hoor. Yes. Het team vroeg van, zingen die twee ook wel eens samen? Dus sommige dingen, dan moet je met z'n twee één zijn. Hè, alsof je danst. Het ziet er natuurlijk niet uit. Zo twee mannen zo dicht bij elkaar, zo van een afstand. Denk ik, ja. Broederschap. Wat was jullie tactiek? Ja, niet te snel gaan, dat was eigenlijk de truc. En geen hoogtevrees beide? Ja, ik wel, maar ja. Jij hebt hoogtevrees? Ja. En je doet dit? Ja, ik moet mijn angst overwinnen, toch? Daarom ben ik hier. Je bent mijn held geworden. Master. Was je natuurlijk al. Cool, man. We gaan weer terug. Gedaan, man. He. Mijn rappers lopen eindelijk weer een beetje in. De stand is nu 5-4 voor die filmgasten, ja. Wat heb je voor ons in petto, jongen? Daar zijn we. Ik heb de handschoenen er even voor aangetrokken. Ze beginnen in de buurt te komen, die rappers, hè? 5-4 is het. Ze hebben net 2 sleutels verdiend. Maakt een beetje spannend. Ja, maken we ons zorgen of niet? Nee, helemaal niet. Nee, we begonnen met een achterstand. Kijk, in het Nederlands elftal, toen ze feestkampioen werden in 88, zijn ze ook begonnen met een nederlaag. Ja. Uiteindelijk wonnen de finale. Ja, dit knippen ze dus gewoon op. Nee, jongen, dit is een briljant verhaal. Als jij nog even je ding gaat doen hier. Ik ga mijn ding doen. Ja. Ik heb deze handschoen al even voor jou warm gemaakt, Jack. Want deze volgende opdracht, het is flauw om te zeggen, maar hij is op je lijf geschreven. Dat vind ik wel een goede zin. Nee, echt wel. Ja, ik zie Jack eerder iemand die de boel bij elkaar houdt en aanmoedigt en... Ja, dat is zijn kracht. En zijn brute kracht ook nog eens. Ja, hij is wel echt ook heel erg sterk. Nou ja, ik ben gewoon een domme kracht. En daar ben ik trots op. Jack Woutersen, een monument van een acteur. Hij speelde in Vet Hard, maar ook in All Stars en het onvolprezen Grijpsta en de Gier. Wat denk jij jou uit de vechtfilm zo? Echt waar? Hé, mijn donk. Ga! Klaar voor? Ja! Oké. Weer in, jongen. Daar ga je, Jack. 3, 2, 1. Dit
is het zogenaamde zwaard van Lancelot uit de King Arthur-legende. Jack moet proberen het zwaard uit het blok te trekken. Prima klusje voor een zelfbenoemde dommekracht. Op het ding gaan staan! Oh, kut man. Ja. Hey. Ja, klopt. Hey. Ja! Oké, Jack. Hakken. Je hebt de tijd, je hebt de tijd. Nu moet Jack het touw op het blok doorhakken met het zwaard. Pas dan kan hij bij de sleutel en dat alles binnen de tijd. Onder het slaan voelde ik eigenlijk pas hoe zwaar dat ding was. Dus je denkt, nou, ik ga mijn paard, ik zal even wat laten zien. Stoere Henkie wil ook meedoen. Maar dat viel tegen, want na 3 keer kreeg ik hem bijna niet meer omhoog. Kom. Hoe zit die kwartijd, halfwege? Ja, goed zo. Dat is de manier. Ja, zo. Ja, beter. Trek hem los. Trek hem los, ja. Kom naar buiten. Naar buiten, naar buiten. Sleutel. Ja, oké. Okay. Kom naar buiten. Redacteur. Toch even naar de camera. Yes. Goed gedaan man. Leuk, Jack. Zo. Oerkracht. Goed te leren. Hoe gaat het? Ja. Fucking straat, dat is zwaar, dat ding. Zijn maar niks. Ik denk, je haalt het meteen uit. Dat is een eindje van jou, of niet? Nou, zwaar dat ding, dat is wel zwaar, ja. Man, maar je deed het alsof je dit gewoon elke dag doet. Ja, dat doe ik thuis ook. Ik heb zo'n ding staan. Hoeveel sleutels? 6. Mijn helden van het witte doek lopen weer 1 sleutel uit. De stand is nu 6-4. Yes. 6-4 aan de overkant. Wow. Ja, kom maar. Kunnen we 2 sleuteltjes winnen hier? Dat moet toch lukken? Ja. In ieder geval 1. Okay. We gaan namelijk een explosief leuke opdracht doen. Wow. Explosief leuk. Daryl, jij gaat hem doen. Swagger boys, niks lief. Ik denk dat Daryl en ik, wij zijn waarschijnlijk de jongens voor de snelheid. Dus als het om tijd gaat, moet je Daryl en mij hebben, denk ik. Ik ken Daryl heel lang. Weet je, ik hou heel erg veel van Daryl. Maar zijn naam is nu een begrip geworden. Gewoon van, ga niet lopen derrelen. 3, 2, 1. Daryl moet op het krat gaan staan om met 2 breinaalden de sleutel uit een rooster te pulken. De tijd loopt en ondertussen is er naar dat krat een kruidspoor onderweg. Dus moet hij wel een beetje opschieten. Ja. Aan de andere kant van het bord. Ja. Ja man, oké, trekken. Oké, concentreer je. Een beetje autodief heeft hij natuurlijk zo geflikt. Maar ja, nu gaan we zien of Daryl zich in zijn jeugd wel een beetje heeft gedragen. Oh, ik strik. Ja, ik zag het. Gewoon een klein explosietje. Ah, ja. Niks aan het eindje. Heb je thuis ook altijd? Ja. En trek dat ding, gaf, trek het gewoon. Het ging zo goed in het begin. Ja. We zijn op de helft. Deze tijd, wacht maar. Ja, maar we zijn nog maar tijd op de helft, hè? Het begint erop te lijken dat ik rustig mijn auto voor zijn deur kan zetten. Met de ramen open, sleutels erin, portemonnee op het dashboard. Ja. Kijk, ja. Ja, wacht. God. Daryl, alsjeblieft. Ja, hij gaat buiten slapen vandaag. Hij zit vast. Hey, come on. De tijd is bijna op, hè. En vastzitten is geen optie, want het kost strafpunten. Ja, let go. Hey, die sleutel, hè. Ja, die sleutel. Ja, die moet er mee hebben. Die moet sleutel. We hebben nog heel weinig tijd. 3, 2, 1. Kom eruit. Snel. Wat gebeurde er nou? Jongen,
boys, dit is lastig. Nee, maar je begon zo lekker. Hij ging meteen naar rechts Als je die sleutel hebt, ja. Die sleutel is zo naar boven en dan trek je hem. Huh? Je wil hem trekken zo naar die kant, dan valt hij weer los. Je hebt er niet hard genoeg aan getrokken, hè? Even kijken naar ook. Boys, man. Tja, ik, Daryl, ik weet niet wat. Ja, hij is opgeblazen. Nee, maar dat was kut met die sleuteltjes en het trekken en het is gewoon vervelend, kan je dit zo doen. Maar hij heeft daar niet opgegeven, dat vind ik wel, weet je. Dan heb je verloren als een man. Dus voor die krijgt hij nog wel van mij een box. Voor mijn teamgenoten vind ik het helemaal vervelend, want die zijn aan het strijden om zeg maar die sleutels wel te halen. En ja, ik doe wel mijn best, maar als je hem niet haalt is het sowieso teleurstelling, sowieso. Is dit? Maar geen sleutel, want het stond erachter. Hoeveel sleutels hebben we? En wederom hebben mijn rappers het niet voor elkaar gekregen. De stand blijft 6 tegen 4. Hey, we hebben jullie kracht getest vandaag. Jullie uithoudingsvermogen is getest. De twee lastigste opdrachten van ons waren het koorddansen van Nega en van Café. Dat was heel pittig. En nu komt het aan op intelligentie, concentratievermogen, kortom. Makkie voor ons. Toch? Ja. En we staan al voor met 6-4. Maar het kan 6-5 worden, hè? Want hier ligt een prachtige sleutel. Het is heel makkelijk, je ziet dit bord moet in balans blijven. En dat doe je door op de juiste plek de pionnetjes te zetten. Alleen degene die het laat vallen, die is af. En dan is het andere team automatisch de winnaar van deze sleutel. Dat zijn wij dus dan. En dat doen jullie om de beurt. Dus als jij begint, enzovoort, enzovoort. En dat geldt ook voor hier. Ja, ik vind het heel lullig voor ze om te zeggen. Maar dat is natuurlijk gewoon appeltje eitje. Nee, ik kan niet tegen mijn verlies. Maar ik ben ook niet onsportief. Ik vind verliezen gewoon niet cool. We beginnen met Tim. Oké. Ga je gang. Niet op het grond zitten. Nee, dat is eigenlijk niet heel af nu, hè? Ben ik nou af? Ja. Nee, ze hebben gewoon neerzetten, bab. Goed zo. Dat is goed. Oké, sluit je die kant aan. Oké, partner. Zelden. Nee, dat is in één keer neerzetten, dit. Oh, dit is makkelijk dus, hè? Oké, vanaf nu zetten we in één keer neer, jongens. Het is kut, het is echt kut. Het is echt kut. Je mag zelf weten welke je pakt. Hij hoeft niet op volgorde. Ja! Ik vind het gewoon niet erg dat het gebeurd is. Nee. Nee, ik begrijp ook niet zo goed waarom het misgegaan is. Want ik begrijp er niks van dat dat ding omviel. Dat was een moeilijk spelletje, hoor. Ik denk dat het, als de derde persoon, want bij de derde ging het mis. Ik denk dat als de derde niet mis was gegaan, dan was het zeker al bij de vierde of vijfde gebeurd. Hun kreeg een beetje het laatste cadeau, vond ik echt. Hè, met dat lullige spel. Ga je allemaal moeilijke forten afzeilen. En dan verdienen hun met kasteeltje, wip, een sleutel, kinderspelletje. We gaan de finale in met de volgende stand. Filmteam 6 en rappers 5 sleutels. Maar eerst blikken we nog even terug. Dag vrienden, de koek is al. En veel moet het afgevraagd. En dan is het nu tijd voor de allesbeslissende finale, waar zoveel mogelijk gouden munten moeten worden verzameld. Maar hiervoor moet nog wel de poort geopend worden. En daar zijn 6 sleutels voor nodig. Oké, Monique. Tijgers weg, alstublieft. Nee, en neem ze sterren mee. Neem ze weer mee. Boezeling. Het is die chick, ja, gewoon in de eentje 3 tijgers. Oké, okay, de tijgers zijn weg. We zijn veilig. Zeker? Ja, de tijgers zijn ja, weg. Ja, die zijn weg. Volgens mij zijn de tijgers zich weer. Frans, ben je er oké okay mee? Ja, man, ik ben. Kom maar op. Ja, nou, let op. Wij hadden 6 sleutels, jullie 5. Dat kost jullie 10 seconden. Normaal heb je 2 minuten voor het spel.
Jullie hebben dus ook 2 minuten. En jullie maar 1:50. Er komen dadelijk gouden munten naar beneden. Jullie mogen ze meteen gaan verzamelen en hier in de bak gooien. En jullie moeten 10 hele lange seconden wachten. Ja, ik vind het ook weinig. Het is zo slecht gedaan. Komt helemaal goed. Dan. Ik heb er één sleutel. Eén sleutel, zo slecht weten we het niet. Monique, draai de geldkraam maar open hoor. Oké, het wordt gekomen jongens. Succes allemaal. Ja, het spel met de muntje hadden we afgesproken dat ja, Jack is geen hardloper. Dus afgesproken dat één iemand Jack zijn armen helemaal vol zou gooien. Dat hij gewoon 1 keer met heel veel munten zou lopen. In plaats van heel veel keer met weinig munten. Ja, en die jongens, dat zijn dan wel die rappers. Dat zijn rappe jongens, rappe rappers, zeg maar. Dus dat was best wel heftig. We hadden maar 10 seconden meer. En dat is eigenlijk heel weinig. Dat is inderdaad weinig, want mijn rappers zijn natuurlijk gek op bling-bling. En ze kunnen hard lopen, joh. Dat is Hugo. Oké. Krijg de bel. Laatste keer. Kom. Check, Hugo, kom. Laatste keer, kom op, lopen. Hey, je bent te laat, je bent te laat. Terugkomen. Wegen. Begin met ons. Team Wit. Oké, luister. We gaan er helaas 50 vanaf. Waarom? Denk het even, jij bent opgesloten geweest in het riool. Dat kost 50 munten. Nee, dat. Op 1080. We gaan we redden, toch? Nee? Het zal er ontspannen. Ja? Zijn dit er meer of minder dan 1080? Dat is de vraag. 1700. Ik heb hier een goed... 1090, let op. Zo teleurgesteld, bedroefd ook en gekrenkt in mijn ziel. Want we hadden echt zo verwacht dat we ze gewoon zouden verpulveren, dat we ze gewoon op zouden eten, door zouden slikken en als een soort van geraamte weer uit zouden spugen. Ja, je doet dan toch zo'n spel en dan als je begint dan word je toch fanatiek en dan wil je toch winnen. En als dat dan toch gebeurt, ja, dan denk je, nou, stoer. Toch? Ja. Ik kan niet tegen mijn verlies. Zie je dat ik agressief word? Ik kan het gewoon niet. Ik blijf in mijn bed, open ogen. En ik pest iedereen in mijn buurt die verliest, weet je. Dus kan ik niet op tv gaan verliezen. Het staat me ook niet, weet je. Winnen ze past bij mij. 1080 tegen 1100. Gerard Ekdol. Oké, jullie hebben gewonnen. Tot volgende week. Nou pak ik je terug, jongen. En het bleef toch lang onrustig op Fort Boyard. Volgende week, het filmteam tegen de modemeisjes. Kijk naar de sleutel, dat is je balans. Ja, met een goed zicht, ja. Blik vooruit. Mooi.